We gaan ervan uit dat de dieven puur achter geld aanzaten. En er is nooit geld. We laten nooit geld achter in het gebouw. Dus volledig een zinloze actie geweest om hier met zoveel vernielzucht tekeer te gaan. En het heeft niks opgeleverd. Hoeveel kost dit de club aan schade? Nou, ik denk dat je hier echt over duizenden euro's schade praat. Over het dak, kasten, kassasystemen, etcetera. De politie heeft ernaar onderzoek gedaan, de recherche ook. Is daar al iets meer over bekend? Nou, de politie was heel snel ter plaatse, waarvoor complimenten. Daarna, de volgende dag, is meteen 's morgens vroeg al de forensische recherche geweest, de technische recherche. Die hebben gelukkig een aantal sporen kunnen veiligstellen. Dus we gaan er ook vanuit dat dit muisje nog een staartje heeft en dat degenen die dit gedaan hebben best wel eens binnenkort bezoek zouden kunnen krijgen van de politie. En hoe wordt er binnen de club of door de bezoekers gereageerd op dit voorval? Nou, de bezoekers en de mensen die hier vaker spelen zijn gewoon boos. Het is echt zinloos geweest en als je dan ziet wat een nadigheid deze mensen veroorzaken terwijl ze het helemaal niks oplevert, dan denk je gewoon van mensen, schijt toch uit die flauwekul. Ja, het is ook niet de eerste keer dat er al is ingebroken. Worden er nu door de eigenaren ook maatregelen getroffen om het in het vervolg te voorkomen? Ja, de beveiliging wordt nog verder aangescherpt. Er stonden al op diverse plekken allerlei camera's. Dus ja, we doen er zoveel mogelijk aan. Maar het blijft natuurlijk lastig om zulke mensen tegen te houden die per se het idee hebben, ik zal eens even hier geld weghalen. Wat er trouwens nooit is.